de muzikant van de avond, van Veuronde 2, dat is ze. Ik ben er, sorry, van de vorige keer. Maar ik moest terug naar Brabant. Brabantse nachten zijn niet lang. Dat zijn heel kort. Nou, toch fijn dat we dit gaatje nog hebben weten te vullen, dames en heren. Zelfs die merchandise van ze is ook lelijk. Ik zou het nooit aan, gek, blindside merchandise. Nou, moet je gewoon eens een keer proberen. Staat je goed? Ja. Ik denk dat een girly je het beste staat. Kijk dan, man. Kijk. Heb ze zin erin in? Zekers. Altijd, hè. Show is een show, hè. En het is volle bak, dus dat gaat helemaal goed komen. Het is een show, maar niet gewoon een show. Het is een wedstrijd. Dus dat geeft toch altijd net iets extra's, want er staat iets op het spel. Ik kan me nog herinneren, in 1996 ben ik voor de eerste keer naar Pinkpop gegaan. Toen zag ik Sepultura, Life of Agony. Dat waren mijn favoriete bands. En dat vond ik zo tof. En stel dat de programmering dit jaar gewoon wat minder hard is, dan vinden we dat wel een soort van extra eer om daar tussen te staan. Het is gewoon ook wel goed voor de metal. Ja, ik promote Blindside. Ben je bang voor camera's? Ja. Mensen, dat zei je broer. Oh, nee, ja, ik ben niet gewend. Begin nou te shaken, hè. Hey. Op metal shows, voor degenen die er geen ervaring mee hebben, is het soms, heb je soms een moshpit. En dat is gewoon een groep van mensen die lekker meedoen en tegen elkaar aanbeuken en zo. En vandaag stonden er heel veel moeders en vaders. En in één keer brak er een heel klein pitje uit. Maar volgens mij vond iedereen het gewoon super vet. En ik zag ook alle moeders gewoon zo kijken van, haha, leuk! Ik spring er gewoon tussen! Ja. En ik riep nog even tussendoor, riep ik voorzichtig met de moeders. En ik denk dat iedereen het wel begrepen had. En het was gewoon een hele gemoedelijke show. Hier zit de man van de groep Toe van IJzer Vroebi. Van ze alle drie? Ja, zo ongeveer, ja. Ik ben de grootste fan van hen. Officieel ben ik de man van de Antoine. Van de gitarist en zanger. Je hebt altijd hetzelfde t-shirt aan, hè, Joost? Laatste band van vanavond, 21 IJzer Vroebi, Alex en Antoine. De vorige keer, toen stonden jullie ook in de finale, toen ging er van alles mis. En toen ik jullie in de voorronde sprak, toen zeiden jullie van, ja, we willen ons eigenlijk in die finale revancheren voor die finale van vorig jaar. Is dat gelukt? Dat is helemaal gelukt, want alle M's zijn aangebleven. We hebben elkaar goed kunnen horen, alle drie. En de zang was goed, de instrumenten waren goed. Het podiumgeluid was goed, het geluid was heel vet. En we hebben ons ding gedaan en wij zijn op zich tevreden. Wat doe je in zo'n tussentijd? Ga je niet helemaal dood? Nee, dan ga je wat interviewtjes doen. Ja. Dus en dan gooi je de tijd een beetje. En wat met fans praten en een beetje instrumenten opruimen. En dan zal het snel tijd zijn. En dan kijken we of Jan Smeets een zoen mogen gaan geven. Heb je daar heel veel zin in? Ja. Daar gaat het eigenlijk om, hè? Ja. Kom maar op, Jan. Ja, tuurlijk. Kom maar op. Kinderringen 1 of 2.
Na half 7 kunt je heen terecht bij de mam van 21 Eyes of Ruby. Stickers, die kunt je ook krijgen. Wat hebben we nog meer? Vrijdag 20 maart komt Conquer the World Part 4 uit. En we hopen daarmee hoge ogen te gooien. De wereld te gaan veroveren. Precies, in ieder geval stap 4 van 21. Je kunt ze zo hem houden, of zo hem. Zo, genoeg. Maakt allemaal niks uit. Dit niks over de kwaliteit. En dan hopen we wat langer bij elkaar te blijven dan... Wat zet u die? Dan wat voorgaande jaren. En dan hou ik gestart dat zij to die je wint. En ze hand gewonnen. Ik vind het dan heel jammer dat ze opvuren. Ik sta hier met de winnaar van vorig jaar, Kelly, zet to die. Ja, dan win je, nu of nooit. Sta je hier een jaar later en is de band uit elkaar. Ja, je kan het al lip lezen, inderdaad. Niet iedereen wilde ervoor gaan. En ja, dan kan je slechts doorgaan. Niemand gaat stoppen van ons. We gaan allemaal verder, alleen dan niet samen, maar... Jullie zien ons nog wel eens apart, maar kom maar goed. Succes. Ja, dankjewel. I'm not okay. Wie gaat er winnen vandaag? Ik zou het niet weten. Wie moet er winnen vandaag? Dat zou ik ook niet weten. Wie zou er eventueel kunnen winnen vandaag? Ja, 20% kans op alles, hè. Dames en heren, we hebben een aantal diepte-interviews afgenomen onder het publiek. De opinies zien gepeild. Alle namen van alle bands worden te dikst genoemd. Logisch, want iedere band heeft vandaag zijn eigen stipportboot gehuurd om fans mee te nemen. Maar de meest genoemde namen waren toch Kings of the Day, totdat de kinderboerderij van Hoorn voorbij kwam. Toen gingen van een audiofiel. Weer terug naar de favoriet van uw presentator, Blindside. Natuurlijk 21 Eyes of Ruby en de early adopters met de meest genoemde, eerlijk is eerlijk, wat toch, Kings of the Day. Kings of the Day! Ja. Waar ben ik toen straks nog de vraag gesteld, hè? Wat gaat je doen als je gaat winnen? Ik denk dat je vanavond hier gaat consumptiebunnetjes erdoor gaat jagen. Ik ga gewoon een bescheiden feestje vieren. En er Ben had de weddenschap verloren. Respect voor alle bands, absoluut. Maar dan kan er maar één winnen. Dat is waar, man. En vandaag heb jij gewonnen. Proficiat. Ja, dankjewel, dankjewel. Zit erop, nu of nooit, 2009, 25 bands, daar zijn we mee begonnen. En dan kan er maar eentje de koning zijn en die gaat naar Pinkpop en dat is Kings of the Day. En volgens mij is Mark daar ontzettend blij mee. Ontzettend blij, terecht te winnen. Dus, we zien de band op Pinkpop en jullie ook. Precies zo. Even boven filmen. Ik zei al, Limburg en Pop, er hoort een videoclip gewoon bij. De videoclip, die mogen de gasten maken van de Early Adapters. In Heerlen is alles groter dan het lijkt en het is ontzettend lekker weer. En we zijn hier voor de finale. En we staan allebei in de finale zonder ook maar één noot gespeeld te hebben, Johan en ik. En dat is toch knap? Met dit weer.